Is dat hier de bureau van een burgerlijke stand? Kunt u gaan niet lezen, meneer? Ah oh, ja, het staat op de deur, hè. Oh. Ja. Allee, zou ik nou eindelijk mogen weten wat ik hier kom doen? Wel, nou kwam ik eens vragen, meneer, of dat niet mogelijk zou zijn voor mijn naam te veranderen. Meneer, de naam die je bij je geboorte hebt gekregen, die je moet houden. Er is niks aan te doen, hè? Het is omdat zo'n orde genomen is hier. Ja, zie, in sommige gevallen wordt er een uitzondering mee gemaakt, maar dan moet er een geldige reden zijn. Hoe is dat mijn naam? Ik heet Camille de Scheiter. Zeg dat nog eens. Camille de Scheiter. Dat is niet alles, hè? Nee, ja, zeg, als je zo'n naam hebt, dan moet er wel iets om te doen zijn. En je zou het een andere willen. Kern. Ja, ik denk dat er een kans voor aan bestond. Ik zal een formulier invullen, hè. Ja. Allee. Hoe is het nou? Moet ik dat nou nog eens zeggen? Meneer, ik moet het invullen, hè. Camille de Scheiter, meneer. Amai. Ik schrijf dus Camille de... Amai, mijn armen. Geboren? Ja. Ja, dat is een goede kwel. Wat voor vrouw dat dan? Ik bedoel waar. Waar? In Kieldrecht. Aha. Wanneer? 25 december 1913. Oei, oei. Seneca's de kind, hè? Oei, oei. En waar woonde u? Tweede verdiep. Meneer, ik bedoel, waar woonde u? Oh, in de Kerkstraat, nummer 13. En waar is die Kerkstraat? Just nevens de kerk. En bleef, meneer, ik bedoel, in welk dorp? Oh, in welk dorp? In Beveren. Oh, Beveren. Wat is uw beroep? Groentenboer. Bent u getrouwd? Ja, ga je ook. En ik ga geen affaire mee, hè. Vrouw dan mij ook. Het is sproten? Ja, 40 frank de kilo. Ik wil zeggen, het de kinderen. Oh, ja, ja. Ja, 9. En hoe heet het die? Ah, allemaal schijteren. Meneer, ik bedoel met je voornaam. Oh, een voornaam. Wel, jij die eerst onze Louis. Dan onze Antoine. Dan onze Zeraar. Onze Anna. Onze Rosalie. Onze Kerlien, onze Stan, onze Josef, onze Mirza en onze René. Dat zijn er dingen, dus u zei de 9. Ah ja, maar wat is... Ik heb er onze non bij gerekend. Die niet niet de scheiter. Maar dat is er een. Leven Nuwamers nog? Wat zei? Leven Nuwamers nog, vader en moeder. Oh, mijn avers. Ja. Mijn moeder en mijn vader. Ja, 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 ja. En hoe heet het ding? Die heet hem ook de scheiter, hè. Oh. Heeft u nou al eens nagedacht, meneer, welke naam dat u zou willen? Wel, last het een keer, meneer. Ik heet na Camille de Scheiter. Ja. Zou ze dat niet kunnen veranderen in Oscar de Scheiter?